Waar rijden hun dan? Ik vind dat toch wel weer spannend hoor, zeg maar. Ik hoor echt aan een man omdat hij echt een roker was, zeg maar. Als die ging lachen, dan ging hij op elkaar moeten staan. Mm-hmm. Ik ga het trouwens aan niemand zeggen hoor. Dat ik, misschien dat ik het uiteindelijk zeg vanuit mijn poosje aan de les staan. Misschien gaat het trouwens nu wel eens op. Nee, dat weet ik niet. Volgende heb ik een. Nee, dan moet ik leren, ik verstond het echt niet. Ja, dat stond je ook beneden. Dan voel je met die mee bezig langer.